Jan Smit, Nick en Simon. Ja, ik heb er helemaal niks mee. Broeinest van smakeloze muziek. En ik moet eerlijk bekennen, want ik ga hier niet hypocriet doen. Ik vind er helemaal niks aan. Maar ik respecteer het zeer, want het is ongekend hoeveel talent er komt uit dit kleurrijke dorp. Maar Jan Smit, Nick en Simon, ja, ik heb er helemaal niks mee. De Cats, natuurlijk geweldig, de Cats. Piet Veerman is voor mij een grote held. Maar Piet Veerman is natuurlijk de godvader van Volendam. Als solozanger van de Cats werd hij de grootste hitmachine van Nederland. En we mogen rustig stellen, Piet Veerman en de Cats, dat is de meest succesvolle band uit de historie van de Nederlandse muziek. En Piet Veerman zal ook nooit meer overtroffen worden. Scarlet Ribbons. Jij bent met die Cats bezig, dus jij hebt natuurlijk je vizier op de Cats staan. Maar dan is er ergens anders in Volendam, is zo'n Spex Hildebrand met iets heel anders bezig. En het gekke is dat hij heeft een beetje een uitzonderingspositie, want hij maakt een ander type muziek dan de doorsnee Volendammer. Nou, dat is niet waar. Theo, laat ik zeggen, je hebt voor 50% gelijk. Hij maakt ander soort muziek, maar er zijn er veel meer op Volendam die iets anders doen. Want ze noemen dat allemaal maar palingsound. Maar palingsound bestaat in wezen helemaal niet. Het is allemaal muziek van mensen die in Volendam en uit Volendam vandaan komen en die in Volendam geboren zijn en getogen. Jullie hebben eigenlijk de palingsound gecreëerd. Nee. Alweer fout? Ja, weer fout. Voor de media was het natuurlijk leuk, voor de radio, om het allemaal onder één noemer te zetten, palingsound. Maar dat is voor veel mensen altijd een beetje denigrerend. Maar als jij nu zo begeisterd bezig ben met de Cats, heb jij wel wat meegekregen wat zo'n Spex intussen deed? Of? Nee. Ik krijg ook heel netjes krijg ik van alles krijg ik binnen. Over alle informatie krijg ik binnen over Theo. Spex, zijn artiestennaam Spex. Ja, maar jullie Volendammers noemen hem nog gewoon Theo. Tuurlijk wel, Theo Scherpenzeel. Ja, van Scherpenzeel. Of van Scherpenzeel, T.E.T. Want ja, wij korten alles af, hè? Thee, pulsie. En dan zegt Theo geen nee. Dan zegt hij nooit geen nee. Want waar gaat het nou eigenlijk om? Dat wij bij elkaar zijn, dat is gebeurd door Jip Golstein. Want Jip die lustte natuurlijk ook wel een pulsie in een jonkie erbij, een kopstootje. Ja. En ik kwam er niet in. En Theo die kwam er ook niet in. Jullie zijn de grote jongens in Volendam. Namen jullie zo'n Spex wel serieus als muzikant? Jawel. Hey, want ik vind toch dat Theo, die heeft een ijs lekker eigenwijs in. Maar dat moet je ook een beetje zijn, ook, vind ik. Merk jij dat het geen geboren Volendammer is? Merk je dat nog aan hem of niet? Nee. Hij wordt wel geaccepteerd als Volendammer. Nee, want hij loopt al zo lang over de dijk heen. Dat iedereen die... De mensen komen en gaan, ze worden geboren en ze gaan weer dood. En hij blijft gewoon ertussendoor lopen, weet je wel. Hij blijft gewoon leven.